kijk vooral verder. Dit heb je allemaal nodig. 3 eetlepels mayonaise. Ja, ik gebruik dan frietsaus. Je kan ook gewoon normale mayonaise gebruiken. Een half tot 1 eetlepel ketchup. 1/3 van een ui. En dat dan heel fijn gesneden. Dan 1 theelepel currypoeder. Een snufje paprika poeder. Zout en peper. Oké, zoals jullie zien zijn de uitjes gesneden. Nou ja, het uitje. En dan ga ik dus nu gewoon alle ingrediënten erbij doen. Dus doe een beetje zout erbij. Een beetje peper. Dan een snufje paprika poeder. Een theelepel currypoeder. Ja. De ketchup. Zo. En dan gaan we dit gewoon mengen. Dit is het dan geworden. En dit gaan we dan morgen eten bij de frietjes. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!